Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het culturele leven van Drenthe. Welkom bij Boerenrok in Drouwende Mond. Voor de 8e keer bier, modder, motoren en natuurlijk rokken als een boer. Sport dit? Nee, vrouwensport. Ja? Ja, zeker. Wat is zo leuk aan dan? Nou, gewoon de adrenaline dat je zo hard gaat, zo hard mogelijk en gewoon gezelligheid. En wat is de versiering? Wat stelt het voor? Een vijver idee, dat hij aan het vissen is. Hij heeft ook een hengel vast, als het goed is nog. Oké, doe je best. Jij had natuurlijk altijd al bij de brandweer gewild, of niet? Ja. Ja. Maar niet aangenomen? Nee. Nee, daarom bouw ik het zelf. Ja, kan die ook echt spuiten? Jawel, maar doet nou niet. Zet niet op druk. Er staat een biervat achterin. Komt er nog bier uit de slang? Nee, water. Nou, dat is dan weer jammer. Ja. Je ziet hier allemaal mannen in overalls, in motorpakken. Maar dit is een heel andere verschijning, hè? Ja, wij wouden lekker vrouwelijk houden. Lekker vrouwelijk? Ja. En wat stelt het voor? Ja, het moet een pornoauto zijn. Een pornoauto? Ja. Beschrijf even wat er allemaal op zit. Nou, dat zijn de twee wenen. Hier is de kut. Ga maar. Dat zijn de borsten en dat zijn hoofd. Het is wel een beetje uitgerekt. Maar Ja, en op wie van jullie is die gebaseerd dan? Op onze, ja, op ons allemaal een beetje, denk ik. Mijn moeder zijn borsten, Jant zijn pruim, mijn haar. Kom jij er nog goed vanaf? Ja, toch? Of niet? Nou, kan hij ook rijden? Ja, zeker. We gaan. Oké, okay. Ja? Nou, goede rit. Hoe ging het? Ja, goed. De band die is nu lek, dus we moeten een nieuwe band erom doen. Nou, erger nog, de visser is verdwenen. Ja, helaas wel. Hij is weg, hij ligt nog op de baan. Gingen jullie zo hard? Ja, we gingen wel redelijk hard. We vlogen erover. Ja. Meneer de agent, dat kan toch niet? Nee, dat kan niet, hè? Maar ja, hoort erbij, hè? Boerenrok, beetje bier. Huh? Ja, en dat vindt u ook goed, oom agent? Ja hoor, alles mag. Alles mag? Geen bekeuringen vandaag? Nee. We zijn heel makkelijk. Oh, dat is fijn. Nou, ik kan alles. Goeie rit. Ja, we staan meer dan gaat het niet. Zweertje hier. Ja, mooi hè. Ja. Slapen jullie hier ook allemaal? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Toch wel nog wel. Ik loop door zo. Luisteraars, amateurs en bijzondere, goedemiddag. Ik start met een verbinding met de Radio Zwarte Kat. Ik hoop dat ik zo'n beetje goed is luisteraar natuurlijk, want ik val eens aan het spreken muziek, ja. Camera, moet je een biertje hebben. Hallo, dat is die beste man wel. Goed colaatje, hè? Kijk, we komen in binnen. Over hem, ja. Er zijn een paar dingen die me opvallen hier. Ten eerste, de verheerlijking van bier. Ik zie veel piemels en middelvingers en seksgerelateerde onderwerpen. Hoe kan dat? Dat vraag je aan mij. Ik denk dat jij dat weet. Waarom moet ik je dat vertellen dan? Ik vraag me af waar dat vandaan komt. Ik heb mijn middelvingers gewoon zo. Ik heb mijn piemel gewoon in de box. Wat wil je dan van nu weten? Nou? Echt geen idee. Geen idee. Geen commentaar. Nee, is er ook seks in de caravan hier dan? Nee. Ik zit in een ziektewet. Dat is ook niet op televisie, alsjeblieft. Is dit nou wel vertrouwd, zo'n deur van kippengaas? Jazeker. Jazeker wel. Ik heb wel het idee dat hij her en der al wel een beetje lakschade heeft. Ja, dat kan kloppen, ja. Het is niet de eerste keer dat jullie ermee gaan racen. Nee, dit is al de derde jaar. Ja. En dit is dan de derde race voor vandaag. Oké, okay, maar het is niet dat jullie hem dan tussendoor even bijwerken. Nee. Het liefst laten we alle papieren hier. We'll be right back.
Also am Donnerstag haben wir beim Burnrock Festival gespielt und ich muss sagen, es war einfach ein Wahnsinn, super Stimmung und heute haben wir ja das Rennen mitgemacht. Du brauchst immer nur auf dem Gas zu bleiben, dann fährst du von selber, du darfst keine Angst kennen und das ist spitze. Also wir sind ja das erste Mal hier und ich muss sagen, uns macht es viel Spaß und viel Freude, dass wir heute mit dabei sein dürfen bei Burnrock. Mijn vingers weer af te likken. Heb je een mooie pet of wat staat er op je pet? John Deere. En John Deere? Mm-hmm. Niet zomaar een trekker, maar een John Deere. Mm-hmm. Ben jij ook een echte boerenrocker? Nee. Jongen, dat was allemaal je goede luisteraar, want ik kan het even spreken, maar natuurlijk. Zo, goed. Tik hem aan. Yes. Verder was nog langs de superren locatie Dronemond. Dames en heren, welkom bij ons kamp. We zijn een aantal jaren al bij Boeren Rock Festival in Dronemond. Onze eigen huis DJ Kemper is voor het eerste jaar mee. Die staat in de vrachtwagentrailer. Als we doorlopen door ons kamp, komen we hier een camper, een oude Rio-truck. De crossauto's, één van de crossauto's die meedoen. Dit is onze huiskamer, voor als het vervelend weer is. En het nieuwe juweeltje van dit festival, de bus. Het is een oude bus, oldtimer. Die gebruiken we, die hebben we met 8 jongens hebben we gedeeld. En vanuit hier gaan we naar waar de nacht eindigt. Naar het beddenvertrek. 8 slaapplekken voor iedereen die in de bus kan. En hier slaap ik dan zelf. Op dit mooie plekje. Het is wel altijd een gewurm 's nachts om erin te komen. Maar het wil prima. En kun je lekker liggen. Maar het is ook veel te vroeg om te slapen nu. Dus laten we nog maar een mooi even feestje bouwen buiten met schuimkanonnen en de rest. Ja, daar zat je nou net, hè? Dat was niet echt een ideaal plekje. Nee, die gitaar zit aardig los. Ja, je moest hem even tegenhouden. Ja, klopt ja. Maar gelukkig houdt de stoel een beetje tegen. Is dit wel verantwoord? Ja, zeker. Ik sta er nog, ja. Dus het komt altijd goed. Maar kan die nog een rondje? Ja, zeker. En morgen ook weer. Dus we rijden heel weekend ermee. Ja, maar is het dan ook de bedoeling dat hij uiteindelijk echt helemaal kapot gaat? Of wil je hem ook een beetje mooi houden? Morgen mag die laatste manche mag kapot. En dan blijft hij staan en dan wordt hij opgehaald. Nou, we hebben zelf een brommer gemaakt voor dit evenement, voor het Boeren Rock Festival. En die zal ik jullie even laten zien. Nee, maar dit is echt bijzonder, hè? Ja, dit is wel iets heel bijzonders. Zo, en heb je er nog nooit eerder gezien. Ik ben benieuwd. We hebben vandaag al gereden, we zijn al eerste geworden ermee. Echt een monster van een apparaat. Nou ja, je ziet het. Zo een heb je waarschijnlijk nog niet eerder gezien. En gaat hij ook hard? Ja, hij gaat een gangetje op 60, 70. Maar hij trekt op als een beer. En dat is onze kwaliteit op deze baan. Want deze baan is heel erg nat. En je hebt heel weinig grip. En alle brommers, die hebben weinig grip. Dus wij hebben heel veel grip, dus wij komen snel de baan rond. Omdat wij gewoon, ja,
een differentieel hebben. Dus beide op wielen achterwiel aangedreven. Een wonder van techniek. Inderdaad, een wonder van techniek. Wat is dit voor bus? Ah, een Zuidbus. Een Zuidbus? Ja. Heet die ook zo? Nee. De Ziggo Bank, carnavalsploegje. En ja, zodoende hebben we met z'n allen, deze twee jongens, die hadden, drie jongens, ja. Die hadden deze kar al. En hebben we dan. Hebben jullie veel aan gedaan? Ja, we hebben een compleet, we hadden gewoon een bus, was gewoon een oude bus. En die hebben we gewoon compleet ingezet, want er zat allemaal niks in, de lulde kar niet. Dus dat hebben we allemaal zo. Wat maakt boerenrock zo leuk? Ja, het feest. Het is altijd gezellig met iedereen. Ik heb nog niet meegemaakt dat je tramlaan was. Gewoon 24 uur lang doen. Oh, hier kijk je niet raar van op als je met je kop onder de modder zit. De rest van de wichters doen dat wel. Hier kun je mooi gek meedoen. Als je hier kruipt en de tent komt, dan lacht iedereen erom. Ja, en hoe vind jij het hier dan? Helemaal geweldig. Leuk, en op tv, hè? Spannend. What in the world? Ja, twee trotse bobs. Ja. Heel trots. Heel trots. Wij zijn blij om te rijden. Wij rijden vanavond ook meerdere mensen. Zoals Jan Smit. En die nemen je verantwoordelijkheid. Ja, Stefan Leur ook. Van Simone FM. Laat maar even zien dat jullie nuchter zijn. Hou ze maar tegen elkaar. Ja, oké, nu nog even in een rechte lijn lopen. Ik heb het even bekeken, maar. Met jou zou ik nog in de auto durven, maar. Stefan, ik laat jou maar niet meer rijden. Morgen dan. Morgen? Morgen? Maandag misschien. Maandag is ook goed. Oké, goed. Yo. Hij is ook niet echt op. Oh, toch niet? Nee, ik wel. Ja, jij wel. Om hier op Boerenrock te staan? Altijd super. Altijd dik feest. Dus altijd geweldig. Lekker genieten. Ja, wat maakt die sfeer hier zo bijzonder dan? Ik denk alles met alles. Het cross, het is gewoon een boerenfeest. En ik denk dat gewoon super is. Maar kun je dan ondertussen ook vertellen wat er zo leuk is aan Boerenrock? Ja, de gezelligheid, de bier, de vijven en de neukerij. Maar dat is dus... Bijna hetzelfde. Ja, ik wil het wat netter omschreven. Ik zou zeggen van gezelligheid, bier, dan kom ik toch op hetzelfde neer als hij. Ja, maar wat maakt het zo gezellig hier dan? Ja, gewoon, je bent helemaal voor één ding. Gewoon een beetje krassen, een beetje kijken, een beetje bier drinken. Gewoon gezelligheid. Oké, nou, vooruit met de geit. Kijk, dit is wel een beetje veel, maar het komt helemaal goed. Volgens mij heb je een roeping gemist. Nou, is het bukken? Is het... Ja? Ik zal helemaal, ik maak het helemaal goed, jongen. Je gaat vrolijk voorzien. Thank you.
dit is het moment. Het gaat nu gebeuren. De frikandellenrace. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Wat is de tactiek? Gewoon doorreten. Gewoon doorreten. En het moet met de handen op de rug gebeuren. We tellen af. 3, 2, 1, go! En ik wil open mond, hè. Open, lege mond. Oh, hier, kijk, die kan nog wel. Die kan nog wel. We hebben de winnaar! We feliciteerd! En hij wint een frikandelletje, denk ik, hè? Frikandelletje krijg je. Ja, gefeliciteerd. Maar jongens, ik weet niet hoor. Dit is wel heel treurig. Ja. Hoe kan het? Waar is het misgegaan? Ja, hij staat naast me. De tent is vol, er komen nog steeds meer mensen bij. Jij bent blij. Wij zijn erg blij als organisatie. Wij zijn dit een toppetje. Ja, want is dit drukker dan anders? Nou ja, ik weet niet waar het van komt. Waarschijnlijk hebben mensen het mooie weer afgewacht. En parkeerplaats stroomvol. Er staan rijen voor de kassa's en de tent is bijna vol. En je ziet het, het is sfeer, het is gezelligheid. Ja, en weer is altijd een factor bij jullie. Ja. Hoe was het dit jaar? Nou, uiteraard hebben we weer regen gehad. En toen het festival geopend werd, toen de campinggasten welkom waren, vanaf 4 uur begon het te regenen uiteraard. Het terrein helemaal verreden, dus er was weer modder, maar het is opgeknapt. De mensen zijn gelukkig blijven komen en vanavond is voor ons kers op de taart. Ja, en zonder modder geen boerenrok, toch? Nee, hoort een beetje bij. Blubber, bier en braadworst, hè. Nou, dit was Boerenrock 2014. Het feest gaat hier nog wel even door, maar ik ga nu naar huis. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het culturele leven van Drenthe.